Ik wil eventjes lekker de diepte in met jullie. En ik wil voorstellen dat we wel lekker even beginnen met een meditatie, visualisatie. Ga lekker zitten of liggen. Ja, ik voel jezelf wat lekker gevoeld. Dat lijkt me ook fijn om uiteindelijk vanuit die meditatieve toestand met elkaar eigenlijk een soort energetische ruimte te vormen, waarbinnen we die opstelling kunnen doen. Dus alles gewoon vanuit energie, vanuit wat we voelen, vanuit gesloten ogen in verbinding met elkaar. Dus ga daar ons ook gewoon lekker in laten verrassen wat er mag ontstaan. Dus blijf lekker zitten of ga liggen. En sluit lekker je ogen. En begin gewoon een aantal keer gewoon met een diepe ademhaling. Gewoon lekker inademen door je neus. En uitademen door je mond. En voel ook gewoon even in je lijf. Voel je voeten. Misschien voel je, als je zit, voel je je voeten de grond aanraken. De zolen van je voet. Op de vloer. En als je ligt, dan voel je je hakken. Op de vloer. Voel je echt die zwaartekracht. En scan je hele lijf maar even af. Hoe je erbij zit of bij ligt. En blijf intussen gewoon in alle rust ademhalen. Gewoon in je eigen tempo. Gewoon helemaal in je eigen flow. Zonder iets te moeten. En in die ademhaling. Een steeds diepere ontspanning. Krijg je toegang tot die diepere lagen in je onderbewustzijn. Zijn het niet alleen maar de fysieke zintuigen die werken? Maar heb je ook je helder waarnemende vermogen? Is er je verbeeldingskracht? Je visualisatievermogen? En ook jouw creatiekracht? Ik wil je vandaag vragen om een beroep te doen op dat enorme voorstellingsvermogen dat je hebt. En dat we voorbij de fysieke, mentale en emotionele lagen kunnen reizen met elkaar. En samen een energetische ruimte creëren. Om daarin samen te ontdekken en te spelen. En misschien lukt het al om je een voorstelling te maken dat je in een ruimte bent waar alles wit is. Een witte ruimte.
Je ziet alleen maar wit. Het is een kamer, maar ook weer niet, want het heeft geen muren. Er is geen begin of geen einde. In deze ruimte zijn we met z'n allen bij elkaar. En stel je maar voor hoe dat er voor jou uitziet. Als wij met z'n vijven in die ruimte aanwezig zijn. Voel maar hoe het daar is. Hoe de energie daar voelt. Wat je waarneemt in de verbinding. Eén ding is in ieder geval heel helder. We zitten er met precies dezelfde intentie. Om samen te spelen en te ontdekken. En dat gaan we doen vanuit die ruimte. Een energetische ruimte die helemaal veilig is, want niemand buiten ons vijven kan die ruimte betreden zonder onze toestemming. Er is niets anders dan wij met z'n vijf in die ruimte. Maar we mogen wel aanwezigheid toevoegen aan de ruimte. Uitnodigen. Bijvoorbeeld onze spirituele gidsen. Of engelen. Of andere energievormen van de hoogst mogelijke orde. Alleen maar als dit vanuit de puurste zuiverheid kan. Alleen maar vanuit de intentie om het proces te ondersteunen en te bespoedigen. Maar het proces is aan ons, ons vijf. Waarin we mogen ontdekken op een systemische manier wat er gebeurt in de uitwisseling tussen klant, ondernemer, en onderneming. We gaan onderzoeken wat er precies op energetisch niveau gebeurt in die uitwisseling en wat er werkelijk voor nodig is om
energieuitwisseling die er al is in verbinding te laten stromen. Want we mogen ons beseffen dat we eigenlijk geen invloed hebben op de uitwisseling van energie. De enige invloed die we zelf hebben, is dat we ergens een rem intrappen, onszelf ergens blokkeren. De energie doet zijn werk wel. Maar als jij daar in jouw fysieke vorm ergens een rem optrapt, of een mentale of een emotionele rem, kun je de stroom die al aanwezig is niet waarnemen en creëer je op fysiek, mentaal of emotioneel niveau een andere perceptie van de ware werkelijkheid. En lijkt het bijvoorbeeld niet te stromen, maar dat is dan alleen de rem die jezelf intrapt. Dat is dan alleen de manifestatie van jouw eigen zelfdestructieve vermogens. En daarom zijn we nu vandaag bij elkaar. Om te onderzoeken, te ontdekken en te spelen waar er onbewust nog blokkades door jezelf worden opgeworpen, die er in essentie niet zijn, maar ergens wel nodig voor jouw groei, voor jouw evolutie. En daarom onderzoeken we vanuit de thematiek klant, ondernemer en onderneming, wat er mogelijk in jou nog blokkeert. En mogen we inzien dat een onderneming die je zelf creëert of gecreëerd hebt, een nieuwe entiteit is met een eigen ziel. En laten we dit met z'n vijven ontdekken. Waar ieder zijn eigen proces aangaat, gaan we wel werken met een symboliek uit het dagelijks leven. Door één van ons aan te wijzen als de ondernemer. En één van ons wordt ook de onderneming. De ondernemer staat centraal in dit onderzoek. Dus wie de ondernemer is en wordt in dit onderzoek, daarin zal ook zijn business centraal staan in het onderzoek. Als metafoor. Uiteindelijk wat er energetisch ontstaat, wat we voelen, wat we ervaren, geldt voor ons allemaal.
degene die die representant staat voor de onderneming zal dus de onderneming zijn van de ondernemer die opgesteld staat. En degene die klant wordt zal dus ook de klant zijn van de betreffende ondernemer. En er mag nog iemand worden opgesteld als de energieuitwisseling in de vorm van bijvoorbeeld geld, waardeuitwisseling, geven, ontvangen. En ik zal de begeleider zijn in dit geheel. En waar mogelijk, als het zo voelt, zal ik ook in het onderzoeksveld stappen. Maar in eerste instantie zal ik alleen de begeleider zijn. En voel even bij jezelf of vooral iets zich aankondigt in jou, waar jij representant voor zou willen staan. Wie voelt dat hij representant wil staan voor de ondernemer? Ja. Nou, dan is er geen speld meer tussen te krijgen. Stef is de ondernemer. De ondernemer. Met een eigen bedrijf. Met zijn onderneming. Healing praktijk. Wie voelt dat hij daar representant voor zou willen staan? Voor de onderneming van Stef. Ja. Bob. Bob is de onderneming. En wat we mogen doen en waar je je volledig van bewust mag zijn in dit spel, is dat je spreekt en handelt als de ziel van. Dus dat betekent dat Stef spreekt vanuit zijn ziel. Dat Bob spreekt vanuit de ziel van de onderneming Stef van Houtert. Heeft het ook een andere naam? Hoe staat het in de KVK ingeschreven? Stef van Houtert. De eenmanszaak. Dus Bob spreekt vanuit de ziel van de eenmanszaak. Ik krijg ook alles door. Ja, heel mooi. Heel mooi. We gaan nog even verder met de verdeling. Wie voelt de klant te willen zijn van Stef? Ik ben het liefst de uitwisseling. Dus Rick, is jou de klant willen zijn? Ja hoor, is goed. Oké, dan is Reggie de klant. En ook voor Reggie geldt dat je
spreekt vanuit de ziel. En klant kan er vanuit diverse thematieken spelen. In specifiek de klant voor Stef. Maar kan ook gewoon spelen voor de hulpvrager. Dus zo speelt er ook een klant in ons allemaal. Zijn wij allemaal ook iemand die ergens behoefte aan hebben of ergens in begeleid zouden willen worden. Dus ook vanuit dat perspectief en ook vanuit die zienswijze ben je eigenlijk de zoeker. Je bent op zoek. En vanuit die bezieling mag je spreken, mag je voelen, mag je helemaal aanwezig zijn. En Bart gaf aan dat hij de uitwisseling wil zijn. De energieuitwisseling. En voor het gemak is het misschien goed om in eerste instantie het te hebben over geld. Die geldstroom. Om daar op in te voelen. Zodat geld ook als entiteit meedoet in het geheel. Waarbij we ook mogen inzien en ook mogen voelen dat geld een ziel heeft. Een ziel is. En dat geld dus ook daadwerkelijk iets te zeggen heeft. Dat geld ook gewoon een entiteit is. Gecreëerd weliswaar. Maar dat zijn we allemaal. We zijn allemaal een creatie. Van God. Dus ook geld. En geld heeft ook iets te zeggen vandaag. Ik wil nu even teruggaan naar de ondernemer, naar Stef. Je zei al van er komt van alles door. Ja. Voel maar wat er nu allemaal doorkomt in jou. Op geld. Op geld krijg ik eigenlijk alleen maar door ontvangbaar. 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 Maar ik vond die ondernemer eigenlijk veel interessanter. Ondernemer. Komt alleen maar door. Sluit jezelf niet buiten. Sluit jezelf niet buiten. Sluit jezelf niet buiten. Ga maar. Ga maar. Ga maar. Laat jezelf maar zien. Laat jezelf maar zien. Laat jezelf maar zien. En als ik ook een beetje nu in de cirkel keek, net ook al, voel ik ook heel sterk dat ik dan vanuit de ondernemer spreek. Alsof ik gewoon niet opgenomen was of ben in die verbinding. Dus ik ben er wel, maar ik ben er niet. Alsof ik... Ja, dat was dus het eerste, ook zeg maar, sluit jezelf niet buiten. Alsof ik mezelf letterlijk buiten de stroming had geplaatst, waardoor het ook niet stroomde of stroomt. Omdat ik geen onderdeel ben van het geheel, van het vijftal. Precies.
Ik denk dat dat even voldoende is voor ondernemer. Ja. Dat is wat dan nu allemaal. Ja, dat is heel mooi. Ik word ook helemaal in mijn, door mijn been, ik word helemaal de aarde ingetrokken. Dus dat betekent ook dat we helemaal aan het aarde zijn nu. En dat dat ook jouw proces is, Stef, in het opgenomen worden. Ja, maar uiteindelijk is dit voor ons allemaal. Juist. Maar ik merk wel dat ik echt ziek verbonden ben met boven en beneden. Alsof ik echt een soort van trance zit. Ja, heel bizar. Ja. Ja, ik word echt helemaal vastgenageld aan de grond, voel ik. Ik ben wel benieuwd naar Bart, die geld is. Wat gebeurt er in jou, bijvoorbeeld nu Stef ook uitspreekt, ontvang maar. Wat doet dat met jou als dat tegen jou gezegd wordt? Ja, als geld voel ik me niet zo fijn eigenlijk. Ik was eerst de verbinding, dat vond ik heel fijn. Of de uitwisseling. Denk ik, oh, de uitwisseling is echt de verbinding tussen alles. Dat houdt alles bij elkaar. Het verbindt alles met elkaar. En geld voelt dus meer als iets wat juist niet verbindt, maar je weer tegenovergestelde. Ah. Dus het geld voelt niet fijn. Nee. Ik voel het een beetje slecht over mezelf. En trek mezelf weer terug. Ik zet me er wat buiten. Juist. Ik wil er eigenlijk niet zijn. Ja, mooi, mooi. Dan klopt het. Ja. Dan klopt het ook. Want ik voelde ook toen ik dat uitsprak. Wat er met jou gebeurde. Kan ik nog iets aan, ja. Dat je echt helemaal even spijt kreeg. Van, dat wilde ik toch niet. Er gebeurde van alles. Dus ik voel, dan klopt het ook helemaal. Klopt precies. Dat klopt precies. Ja, juist. Geld ook meer juist scheiding maken tussen mensen met en zonder geld. Of... Ja. Geld verbindt niet. Ja. Nee. Het scheidt eerder precies. Uit. Ja. Juist, ja. En dat is het mooie, want dit zegt iets over geld. Hè? Als we geld nu ook zien als een entiteit, dan denkt geld eigenlijk heel slecht over zichzelf. Zeker. Over zijn reputatie. Ik maak een stuk dat ik goed maak. Wacht, wat ik heel snel doorkrijg, is... Kijk eens wat er door je heen komt. Alsof dit is nog een stukje jouw persoonlijkheid. Mm-hmm. Maar stem eens af op wat er door je heen wil komen. Met betrekking tot geld. Ja, wees dat kanaal zijn. Ja. Ja, het is inderdaad nog de persoonlijkheid van geld. Ja. Het is het collectieve stuk van waaruit je spreekt. Inderdaad, het zelfbeeld is de verpersoonlijking van geld, maar is nog niet de ziel van geld die spreekt. Nee, dus probeer ook vanuit de bezieling van geld te doorzien wie geld werkelijk is. Ja, wees het kanaal en stem erop af. Dan kun jij. Mm-hmm. En dan zal het ook veel minder zwaar voelen. Precies. Dan komt er een ander verhaal weer. Dan komt er een ander verhaal en zul je ook zicht krijgen op de blokkades en ook op de collectieve blokkades die wij hebben op geld. Precies. Ik ben benieuwd naar Bob die... als onderneming, als de eenmanszaak Stef van Houtert staat opgesteld, wat voel jij op dit moment? De hoofdpijn van. Ja, jeetje. En ook dat, je hoofdpijn, is de verpersoonlijking van de onderneming. Wat voelt de ziel van de onderneming? Wat wil de ziel zeggen? De ziel is heel gedreven en die wil graag voortgang. Ah, mooi. Stef, wat doet dat met jou? Ja, ik Bob zegt resoneert heel erg en ik krijg heel sterk door en laat de ziel wel vrij of zo.
Maar volgens mij was die hoofdpijn ook wel zuiver. Omdat het... Ja, ik krijg ook heel sterk door simpeler of zo. Het is te complex. Mm. En die complexiteit veroorzaakt ook de hoofdpijn, omdat mensen het niet kunnen begrijpen. Het is niet te volgen. Precies. Het is te zweverig, te spiritueel. En het is iets wat mij nu sowieso resoneert, maar ook iets wat volgens mij voor ons allemaal speelt. Ja, eigenheid. Dus ook een beetje toch sterk, het stukje unieke sausje. Uniekheid, je eigenheid. Dat denk ik dat we allemaal voor ons belangrijk is. Ja, vertrouwen. Vertrouwen, ja. Ja, maar ja. En dat heeft dus ook te maken met vertrouwen als in... nu spreek ik ook als ondernemer, hè, als de ondernemer. Om dus ook je mensdeel of jezelf terug te laten komen in je onderneming. Ja, je mag je onderneming zijn. Precies, dat is het, exact. En ja, het is nu nog te wollig of zo. Maar het is ook toevallig, want het is niet toevallig, maar het is precies waar ik nu mee bezig ben. Dat ik ook gewoon, ik mis de Stef. Dus, en dat is ook denk ik voor ons allemaal zo. Je bent jaren bezig met dat energetische, spirituele. En dan kun je het helemaal wegzetten als healing met chakra's en aura's. Maar dat je dingen doorkrijgt. Maar dat schrikt mensen af, denk ik, heb ik het gevoel. Dus dat het moet aardser. Mm. Simpeler, vrijer, aardser. Ja. Direct. Huh? Ja, Bob, ga door. Directer. Directer, ja precies. Absoluut, directer. Ja, dat is heel mooi. Ja. Directer, duidelijker, concreter. Minder wollig. En ook inderdaad gewoon ook meer afstemmen op de klant of op de doelgroep. Ja. Want anders zet ik me inderdaad dus, dat is precies ook wat ik dus nu doe als ondernemer zijnde. Ik zet mezelf buiten de flow. Dus ik ben eigenlijk nog te veel bezig met mezelf en mijn eigen processen, waardoor ik eigenlijk mezelf ook nog niet... Ik ben er nog niet voor mijn klant of zo. Ik voel hem andersom. Wat zei je? Ik voel hem andersom. Je bent te veel rekening aan het houden met anderen en te weinig met jezelf. Ja, precies. Nou, ja. 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 Ja, maar wat in mij ook opkomt, want Bob als onderneming, de ondernemingsziel, zei ook die wil vooruitgang, die wil dat er gespeeld wordt. Wat je namelijk mag zien is dat jouw onderneming een kind is van jou. En staat ook symbool voor het kind in jou. Dat mag spelen. En dat is waar jouw onderneming jou in spiegelt. En nu ook teruggeeft van je mag weer gaan spelen. Plezier inderdaad. Plezier. Ja, en dat is ook precies wat jullie nu zeggen is. Plezier. Is ook iets wat ik de laatste tijd heel erg ervaar als ondernemer of met mijn onderneming ook. De zwaarte die ik er zelf opleg. En die zwaarte maakt ook dat het niet echt stroomt. Omdat ik door die zwaarte het te serieus, mezelf te serieus neem. Waardoor ik ook in video's bijvoorbeeld merk ik heel erg dat ik dan... Ja, dat het dan nog net niet helemaal Stef is of zo. Snap je? Dat ik gewoon die eigenheid, die uniekheid... Ben ik wel benieuwd. Bob, komt er meer door? Ja, het is weer weg. Kom zo weer. Ja, okay. Ja, heel mooi. Want... Wat ik namelijk, wat me opvalt... Dit geldt trouwens ook, ik merk heel erg sterk door ook, dat dit echt voor ons allemaal geldt. Ja, dus ik sta nu toevallig in de schijnwerpers, maar dit is echt iets wat voor ons allemaal precies exact zo speelt. Dus, precies. Ja. Nu ben je weer rekening aan het houden met anderen.
Het is mooi wat je zegt. Ja. Ja, het is mooi wat je zegt, want het klopt. Ja, maar het gaat, je mag nu ook bij je eigen proces blijven. Het is fijn dat het je opvalt, want het is ook zo. Iedereen heeft ook zijn eigen proces hierin en het is ons proces. Precies. Maar blijf inderdaad bij je eigen proces. En het mooie is, wat me nu bijvoorbeeld ook opvalt, is dat de klant nog niet eens aan het woord is geweest. We zitten nu misschien al een kwartier, 20 minuten over een onderneming te praten. En we hebben het over geld en wat we daarbij voelen. Maar de klant is nog heel ver weg. Wat zegt dat? Nou weet je, de klant was steeds aan het hoesten. En hoe ik het voelde was van, ik wil praten en ik werd, één kant van mijn lijf was warm en de andere kant is koud. En voor mij zei het hoesten juist van, de klant wil praten. De klant wil zijn wil ergens ook warmte zoeken door zijn ei kwijt te kunnen, zeg maar. Maar dat stroomde nog niet helemaal. Nee, precies. En dat is mooi wat daar gebeurt. Want de klant wil gehoord worden, maar er was nog geen ruimte voor om gehoord te worden. Gezien worden, inderdaad. En gezien te worden. Gehoord en gezien worden. Wat gebeurt er met jou, Stef? Is er voor nodig om die klant te zien en die klant te horen? Want blijkbaar heeft die klant wel die behoefte, maar die kan dus helemaal... Die kon daar geen speld tussen krijgen. Die kon daar nog niet in. Die werd helemaal geblokkeerd om jou te bereiken. In dit geval. Want die werd aan alle kanten tegengehouden. Terwijl die heel graag, dolgraag gehoord wil worden. Ja. Eigenaarschap krijg ik. Ja, afstemmen krijg ik ook heel sterk door. Kijken. Ja, eigenaarschap is inderdaad echt voor de onderneming, hè? Verantwoordelijkheid. En voor de ondernemer merk ik heel erg afstemmen. Dus afstemmen op de klant, op wat die klant wil, waar die klant zijn behoefte zit. En daar meer ook op inspelen. Dus wat dat betreft inderdaad meer aan mezelf denken. En doordat ik meer aan mezelf denk, moet ik automatisch ook meer aan de ander denken. Snap je wat ik bedoel? Dus het is nu nog, zeg maar, eigenlijk doe ik mezelf nog tekort. Doordat ik het niet laat stromen. Want dat is wel iets wat ik zelf eigenlijk gewoon blokkeer. Omdat ik me dus nog niet afstem op de klant. Ik merk ook al dat dat iets te maken heeft nog met een stuk van gunnen. Ja, mezelf ook het is ook stukjes mezelf de toestemming geven om het te laten stromen. Ja, want wat gebeurt er? Want ik ben wel benieuwd, Reggie, als klant zijnde, en als jij nu even kijkt naar Bob, dus naar de onderneming, Stefan Houtert, wat voel je daarbij? Wat voel je, want ik heb het gevoel dat je de onderneming wel voelt. Dat je daar wel een connectie mee voelt. Ja. Maar dat er geen verbinding is tussen jou en Stef als ondernemer. Daar klopt, zit het. Wat heb je nodig? Ik ben heel erg op zoek naar jouw warmte. Maar ik denk als je meer afstemt op jezelf, dat je meer warmte geeft aan mij. Ja,
Het gaat om zelfliefde. Daar zit volgens mij voor jou de sleutel ergens. Ja, dat is, het is wat ik net ook zei inderdaad. Mezelf ook het toestemming geven, het gunnen. Het gunnen dat ik over andere mensen mag zijn en dat ik daar iets mee mag verdienen. En dat ik warmte kan bieden of kan geven. Dus dat toestemming, ja. Maar de warmte, wel mooi trouwens wat je zegt, Rijke, inderdaad, dat je de warmte, dus de, ja, dat is precies ook wat nu ook heel erg resoneert. Ook gewoon dus echt de mens, Stef, de fijne persoonlijkheid die Stef eigenlijk is, die mensen ook ervaren wanneer ik bij mensen ben, hè, in dit soort sessies bijvoorbeeld, de mens Stef die leeft vanuit een open hart, die zie je dus nog niet echt terug in de ondernemer of in de onderneming. Die is wat mij betreft nog een beetje te kil. Hoe zie jij dat, Frankie? Dat iets van? Ja, nu je dit zegt, word ik al wat warmer. Omdat je dat beseft over jezelf. Ja. En het is dan niet zozeer dat het hart in de onderneming mist, want dat is er. Dat klopt, dat hart klopt. Want zodra je het leven hebt gegeven, klopt dat hart. En hoef jij er niet voor te zorgen dat het hart blijft kloppen, want dat klopt. Het gaat om jouw ondernemershart, dat mag inderdaad de aandacht krijgen. En misschien ook goed om te bekijken van wat staat er tussen jou en de klant in. En misschien ook goed om te kijken wat de relatie met betrekking tot geld is daarin. Ja, mooi. Wat staat er tussen mij en de klant in? Ja. En onderzoek vooral de relatie met betrekking tot geld. Omdat geld naast je zit hier. Hoe is jouw relatie met... Ja, ik merk de verbinding met de klant. In ieder geval zit nog angst. En dat is angst voor en er blijft toch weer die angst voor afwijzing doorkomen. Alsof ik dan dus toch nog niet goed genoeg ben of nog niet voldoende kan leveren. Ik merk dat je mij juist afwijst. Want ook, ik was net een beetje beter om mezelf aan te voelen. Als jij niet genoeg kan leveren, dan voel ik me weer minder waard worden. Ah. Ik denk, misschien is dan wel angst voor afwijzing van de klant of van geld. Maar ja, daar zit een bepaalde... Wacht. Ja, wat, bij mij deed het oude niveau wat je zei. Ja, dus ik wil vooral dat je voelt wat de relatie is tussen jou en Bart, wat er nu gebeurt dus met geld, wat is daar, en ik zal eerst even bij Bart te raden gaan, wat gebeurt er met jou als geld, je voelde oud, je zegt, ja, yes. ik ben niet meer wat je zei, maar dat ging over waard zijn, en ik vond mezelf net eigenlijk wel wat waard, en toen zei van wat is dat die energie achter dat geld, en dan voelde ik meer zo'n soort witte goddelijke energie. De zuivere kern van dat. In de kern is geld gewoon een mooi iets. Alleen is het toch heel verkeerd gebruikt hier in de wereld. En ik kwam steeds meer in die. Ik kwam steeds meer belichamen. Echt, als waar, de zuivere, mooie energie die geld is. En ik ging steeds beter op mezelf voelen. Uiteindelijk kon ik me ook verbinden. De driehoek door het bord, dat kon ik zo verbinden. Het stroomde, het werd steeds rustiger, steeds stabieler. En nou zei jij dat ik niks waard ben. En dat deed jou. Ja, want daar hoort jou. Trauma geraakt, geld is misbruikt. Dat mag je gewoon. Nou ja, en heeft een trauma. Ja. Maar zoals ik me nu voel, dan voelde ik goed. En dat is zuiver en puur. Ja. En heel waardevol, juist. Ja. En,
Ja, ze denken dat het dan niks waard is. Ik denk, ja, dat klopt niet, want het is juist nu de energie die ik nu voel als geld en dat nu stroomt in die driehoek, is juist heel zuiver, heel verbindend nu wel. En ja, dat doe je niet tekort om dit te zeggen. Ja, wat doet dat met jou, Stef? Wat gebeurt er in jou? Ja, ik ben er voor en je wijst me af. Ja, maar dat is precies wat er om me heen komt, de afwijzing. En ik ben ook wel steeds meer te beseffen waar dat vandaan komt. Ja, kun je daar iets over zeggen, Stef? Nou, kijk, heel sterk door mee, dan zit er een bepaalde lading op. Ja, maar welke lading, wat wordt er gevoeld? Nou, wat ik met geld heb, is de tijd dat ik nog in de corporate ID-wereld werkte. Toen was ik zo'n mannetje wat in een hele dikke Audi reed, met een takhooi om zijn pols, die in 1 jaar ruim boven de 2 ton heeft verdiend. En dat heeft mij, dus letterlijk en figuurlijk ook kapot gemaakt, zeg maar. En daardoor merk ik nu, dat is iets waar ik niet bewust van was, maar daardoor heb ik toch wel een bepaalde afkeer gekregen inderdaad tegen geld, omdat ik helemaal daarna in dat spirituele of energetische of gevoelswereld terecht kwam. Ik had een heel sterk beeld van mezelf als geld. Ja, past mooi wat je, ja, dat snap ik. Ik heb dat, ja, hè, wat ik toen dat, ik ben dus gewoon dat, ik heb dat jaar dat ik dusdanig schandalig veel geld verdiend heb, was ik ook alleen maar gefixeerd op geld maken. En heb ik met slimmigheidjes en trucjes en alles wat ik in huis had, zeg maar, ook gewoon wel klanten heel erg om me kunnen helpen trouwens, die ook heel blij bij mij zijn. Maar daar ook dus heel veel geld mee verdiend. En in die sector was dat een beetje, dat jaar was voor mij wel, zeg maar, sorry, top 5 of zo van heel de Benelux. Voelde ik heel veel, toen ik de energie van geld op omzet, voelde ik heel veel verdriet en dat voel ik nu weer. Alsof die mooie, zuivere, pure geldenergie is misbruikt. Dat doet verdriet. Ja. Dat komt nu weer hem op. Ja, zat. Maar dat is het ook. Er zit ook veel verdriet, omdat ik van mezelf spreek, op dat moment, ik mocht natuurlijk naar de Olympische Spelen toen met Rio de Janeiro. Een prijs die ik gewonnen had. Maar ik heb toen nog niet geslapen. 2 weken niet of zo. Zoveel hartkloppingen en zoveel stress. Dus daar, dus geld heeft voor mij ook heel veel kapot gemaakt. Mijn hart gaat echt onwijs te keer. Ja, die periode toen was echt. Ik heb mezelf eigenlijk door geld ben ik mezelf volledig kwijtgeraakt. Dat realiseer ik nu. Omdat ik dus in dat jaar alleen maar gas erop. Ik was zo gefixeerd in alles wat ik kon binnenhalen. En ik had ook bepaalde kwaliteiten. En ik werd ook door het bedrijf alleen maar aangespoord om meer. Omdat iedereen in de lijn, zeg maar, bij zo'n grote corporate wil alleen maar cijfers zien en geld verdienen. Het voelt echt als een misbruik van, ja, pure, en, mooie energie. Absoluut. En vooral bij Oracle, Amerikaans, is denk ik de meest grote boevenclub die er bestaat. En, ja, dat voelt echt niet fijn. Dat is ook Nee, die club is echt verschrikkelijk. Want zij zijn ook echt met klanten, mes op de keel, zeg maar, gewoon, daar zijn gewoon mensen. Ja, ik heb dat gelukkig niet gedaan, omdat ik dat niet kon. Misschien heb ik het ook wel een beetje gedaan. Maar zo min mogelijk ben ik daar zoveel mogelijk van weggebleven. Maar ik heb een keer een mindfulness cursus gedaan en daar zat de IT-directeur van de gemeente Eindhoven zat naast mij. En die zat daar letterlijk omdat hij helemaal kapot gemaakt was door een audit van Oracle. En dat kreeg ik te horen toen ik me voorstelde als zijnde, ik zit hier, maar ik slaap niet, want ik werk bij Oracle. Toen zat hij naast mij. Dat zijn momenten die ik niet snel meer zal vergeten. Dus dat is het bedrijf dat gaat ervoor lijken. De mensen die daar werken gaan ervoor lijken.
En het is onderdeel geweest van mijn pad, dus het heeft zo moeten zijn. Ja, maar even terug naar jezelf. Hè? Ja. Wat wordt er nu aangeraakt? Ja, het is een soort van... Ik merk bijvoorbeeld ook voor mezelf. Dat is die Taak Hoyer, een mooi horloge. Wat ik toen destijds een keer heb gekocht in Rio de Janeiro. Met een aantal directeuren van Oracle om me heen. Draai door mij, man. Je bent heel goed in draaien. Je lijkt mij wel. Ja, wat heeft geld te zeggen op dit moment? Wat heeft geld? Je hebt een helemaal mooi verhaal, maar je denkt, je gaat steeds verder weg van waar de vraag, ik weet niet wat de vraag was. Toen begon een heel mooi verhaal en nu weer stelt Sander weer de vraag aan Sturm en zelf. Er komt weer een mooi verhaal, dus je draait om de heet de brei heen. Ja, wat wil er werkelijk nog gevoeld worden? Laten we even voelen. Ik voel eventjes hier tussen te willen staan. Welke verstrikking is er nog aanwezig tussen jou en geld? En geld en jou. Want ergens Bart die voelt zich eigenlijk een beetje geïrriteerd worden van je draait er helemaal omheen. Die kan dus ook geen verbinding met jou maken. Nee, ik wil je graag wel een knuffel geven. Maar dat kan niet. Dat kan die even niet. Nou, jij bent daar dus in gaan staan. Ik zou op gaan staan om hem even knuffel te geven. Maar ook wat Sander ertussen. Ja, wat? Ja, kom ik ertussen. Ja, als ik hem even weer laat gaan. Angst merk ik gewoon. Er zit een bepaald iets in mijn buik. Er ligt een bepaalde lading op. En toestaan. Toestaan krijg ik ook heel erg. Dus dit stuk zit tegelijk met wat Reggie zei. Heeft ook te maken met dus die zelfliefde en die warmte voor mezelf. Dat ik toestemming. Toestaan. Hoe? Stop het wel. Hoe? Thanks man. Toestemming, ja. Toestaan. Daarna ging je weer switchen. Nee, maar ik zat er wel even. Dat zei ik wel even terug. Het is gunnen. Mezelf gunnen. Het mag er gewoon zijn. Ik mag het toelaten. Ik mag het toestaan. Ik mag er zelfs ook een goed bedrag voor vragen. Omdat mensen anders ook niet eens, misschien wel niet eens gaan komen. Ja, dat is een mooie. Anders gaan er misschien mensen, gaan ze niet eens komen. Nee. Want namelijk, zo is alles is frequentie. En als jij in de frequentie van gunnen gaat zitten, dan nodig je ook jouw klant uit om zichzelf te gunnen bij jou te komen. Als jij jezelf het niet gunt, dan kan jouw klant zichzelf ook niet in de energie van gunnen zetten. Want hij mag het ook zichzelf gunnen om te investeren in zichzelf en bij jou te komen. Dus het gaat ook om de frequentie gunnen. Die, als die er niet is, dan is die er dus niet bij jou, maar ook niet bij jouw klant. Want dat mag gelijkwaardig aan elkaar zijn, want dat trekt elkaar aan. En zolang jij het jezelf niet gunt, gunt jouw klant het zichzelf ook nog niet. Want wat gebeurt er als jij nu zegt van oké, ik ga het mezelf gewoon nu gunnen. Wat doet dat nu bijvoorbeeld met de Reggie? Wat voel jij daarbij, Reggie? Als klant zijnde. Ik voel me warmer worden. Ja. Ik heb de neiging om meer naar Stef toe te gaan. Ja, ik merk ook echt letterlijk dat je naar voren aan het komen bent. Ik voel nu sterk wel inderdaad trouwens met Bart een verbinding, een lijntje. Ik heb mezelf net ook gezegd, ik sta mezelf toe om geld te ontvangen, of überhaupt om gewoon te ontvangen. Ik gun mezelf om te ontvangen, om geld te ontvangen. Maar de rijden merk ik inderdaad, hij komt wat dichterbij.
Wat is er nog voor nodig om die verbinding tot stand te brengen? Onderneming. Ja, wat, ik voel iets van steken in mijn buik. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik voel wel dat onderneming inderdaad ook hierbij betrokken mag worden. Ja, het stand wel tussen jou en je klant, maar met onderneming heb je ook nog een beetje een soort doel iets van. Klopt. Ja, want... ja. Of die er ook niet helemaal mag zijn of zo. Nee, het geld is beter. Ik merk bij je onderneming is... Het is bij jezelf wat je vader in het over hoort hebt met die O. En dat is ook een onderneming, hè? Met die Oracle nog wat? Oracle. Ben je zelf een soort afkeer? Koud en keel is het nog. Ja, dat mag er niet zijn. Dat is fout, dat is verkeerd. Een onderneming überhaupt is niet goed, zeg maar. Voor mij in ieder geval. Dat geldstroompje mag wel bij jou stromen en bij de klant ook wel een beetje, maar bij het ondernemingsstuk mag dat geld nog niet echt stromen. Ja, wat wordt er gesymboliseerd? Wat ik voor me zie is weer dat beeld van Bart die er als koning zit. Met zijn cape of zijn mantel. Als onderneming, Stefan Houtert, die daar gewoon helemaal zit. Wat zegt jou dat, Stef? Als je dan naar jouzelf als onderneming kijkt. Jouw onderneming, Stefan Houtert, de eenmanszaak, die daar als een koning aanwezig is. Wat doet dat met jou? Ja, ik merk dat als hij echt als een koning aanwezig is, dan word ik blij van. Maar wat ik nu vooral nog voel of doorkrijg, is dat er nog twijfel zit. Dus dat ik er nog niet helemaal volledig achter sta, of nog niet helemaal volledig voor sta, of mee identificeer, of... Ja, wat ik heel sterk doorkrijg, is ook wel echt iets waar ik nu heel erg mee bezig ben ook, maar een stukje eigenheid. Ik mis gewoon nog een beetje de eigenheid of de Stef. Wie ben ik en wie ik ben en wat ik doe in mijn onderneming. Het voelt voor mij nog niet, er staat wel iets in onderneming. Ik weet dat ik de kwaliteit en capaciteit heb. Er staat iets, maar ik voel het nog niet. Juist. Ik mis de warmte in mijn onderneming. Dus en de warmte van de persoonlijkheid Stef, dus gewoon echt het Stef-sausje, mis ik eigenlijk in de onderneming. Ja. Juist. En grappig is, we hadden nu bijvoorbeeld was er doorgekomen, de shaman op sneakers. Ik weet niet of daar iets mee gaat doen, maar... Iets meer ook, zeg maar, zo van het mag luchtiger. Het is nu nog te... Ja, de eigenheid of zo. Eigenheid is heel erg. Ik mis gewoon dus... En dat is ook wel wat ik nu dus heel erg gespiegeld krijg. Ook met de warmte van reggae. Maar volgens mij zit het dus ook heel erg op de onderneming. Is gewoon de warmte van wie ik ben. Dus gewoon het uitstralen van wie ik ben. Staan voor wie ik ben en wat ik doe. Dus de Stef, zeg maar, mis ik eigenlijk gewoon in de onderneming. Ja, wat ik heel erg voel, ook in het symbool van de koning, die daar met zijn mantel zat, die jouw onderneming symboliseert, is dat je het misschien nog te groot hebt gemaakt voor wat het nu is. Of dat je... het naar buiten toe groter voordoet als een iets groots, een groot imperium, de koning die een enorm rijk heeft aan onderdanen en eigenlijk nog een boer is die een klein boerderijtje heeft, die eigenlijk gewoon zijn koeien aan het melken is iedere dag, maar zich eigenlijk voordoet als een koning. Kun je daar iets mee, met dit beeld?
Zeker. Ja. Ook dat is wat ik daarbij merk, is dat ik voel, sorry Rob, maar is inderdaad ook eigenlijk een soort van beeld door nu, alsof ik gewoon nog te ver inderdaad ook van de mensen afsta of zo. Dus waardoor mensen ook niet die warmte ook niet kunnen voelen, maar ze me ook niet kunnen volgen. En dat is dus ook heel erg, merk ik gewoon ook met dus dan de aardse stef, zeg maar. Ja, en het verankeren op aarde, hè, dus de aardse stef, dus gewoon ook de stefsausje meer in het bedrijf, in de onderneming. Want dat kanaal en die energetische verbinding en die zuiverheid, die is er, weet je, daar hoef ik niet aan te twijfelen. Dus, alleen, het is nu een beetje, voor mij voelt het nu alsof ik daar dus heel veel mee kan, maar dat mensen me eigenlijk nog niet zien, of dat ik me misschien nog een beetje te veel boven de mensen plaats, of op een ander level. Dus het mag wat meer down to earth of zo. En inderdaad, vanuit dat opzicht is wat Sander zei ook al kloppend. Simpeler of zo. Simpeler, minder complex, warmer. En wat luchtiger of zo. En wat luchtiger, wat speelser, wat plezieriger. En niet zo. En dat is zo. Ik maak er zelf constant een bepaalde zwaarte op of grootte op of zo. Terwijl dat dus helemaal niet nodig is. Want de kwaliteiten en de capaciteiten om echt mensen, zeg maar, ik weet dat ik nu al heel veel mensen gewoon al zo een stapje verder zou kunnen helpen. Dus daar, dat is het probleem niet. Daar zit het hem niet. Ik denk dat het ook in het beeld zit wat je überhaupt van onderneming hebt. Je hebt natuurlijk best een nare ervaring met ondernemingen, de grote ondernemingen. En ik denk dat het beeld van jou naar een onderneming toe, daar ook nog wat zit. Ja, daar zit inderdaad. Helemaal heb je gelijk in. Dat zit nog een stuk dat voor mij een onderneming inderdaad groot of serieus of log moet zijn. Ja, maar dat juist die ondernemingen naar en slecht zijn. En jouw onderneming mag liefdevol en mooi zijn en warm. En wat je net vertelde over wat je mee hebt gemaakt, dat zijn natuurlijk hele nare bedrijven, de nare energie. Ja, de mens. Dat is juist onderneming, maar jouw onderneming is anders. Nou, mag anders zijn. Ik kan net zeggen, dat is mooi dat je dat zegt, want jij zegt mijn onderneming is anders. Ja. Maar hoe mijn onderneming nu staat, is het niet anders. Precies, maar dan komt dat je nog dat stuk. De menselijkheid, die mis ik nog in mijn onderneming. Jouw beeld van een onderneming is gewoon een naar iets. Minstens dat stukje kijkt. Ja, en is te serieus. Ja. Dus het gaat inderdaad dat plezier, de menselijke factor, is gewoon wat luchtiger. Die luchtigheid mag ik terug laten komen in mijn onderneming. Maar dat vind ik dan dus wellicht nog spannend, want dan denk ik van, daar gaan mensen daar iets van vinden of zo. Dus daar zit inderdaad nog, nou laat ik zo zeggen, er zit een bepaalde lading bij mij inderdaad op. Dat is inderdaad die onderneming ook serieus moet zijn of zo, zeg maar. Of iets moet uitstralen, of dat er een bepaalde kwaliteit op moet zitten of zo. En ik vind dat ook trouwens wel echt oprecht. Ik vind ook wel, dus misschien dat de combinatie mag meer komen. Want ik weet dat ik die kwaliteit al te bieden heb. Nou, dat is goed. Kijk dan. De Bob is op het scherm. Kijk eens in misschien de Bob. Dat gaat echt tussen de relatie tussen jou en onderneming. Dus mens en je onderneming. Ja. Hoe zie jij je onderneming? Nou, als ik nou naar Bob kijk en naar die onderneming, dan zie ik daar gewoon. dat straalt niet echt, zeg maar. Dat is echt een. Hij zat hiervoor, zat hij echt met die cape om als een koning. En nu is het gewoon. Ja, het is nog niet eens een onderdaan, weet je. Het is gewoon, het is een kapotte hond, zeg maar. Gewoon, kapotte hond in een hoekje, weet je. Nee, schatje, sorry. Maar dat is dus het beeld van jouw ondernemer. En dit is dus ook een beetje de plezier en de menselijkheid, hè, die er inderdaad wat meer in terug mag komen. Dus ook wat meer zelfspot. En, ja. Maar als ik er dus nu naar kijk, naar Bob, dan... En ik heb ook wel, laat ik zo zeggen, dat ik ook wel gewoon, ik weet en ik voel dat mijn potentiële klanten al weten dat ik die koning ben, of in ieder geval dat ik die kwaliteit lever. Dus eigenlijk zijn ze op mij aan het wachten, bewijzen van, want ze hebben me nodig. Dat is ook echt heel sterk wat ik doorkrijg. Alleen ze hebben nu nog geen gevoel of geen verbinding met mij, met mijn onderneming als mens. Dus dat ik heb het, voor mijn gevoel denk ik dat ik het heel serieus en groot moet houden.
Terwijl ik, als ik inderdaad gewoon terugga naar meer naar de basis en gewoon de speelsheid en het plezier en gewoon de mens Stef terug laat komen, de aardse vorm Stef, dan gaan mensen komen en dan gaan ze sowieso ook heel blij zijn met de kwaliteit die ik bied. Want ik weet wel dat ik de afgelopen jaren gewoon dusdanig al aan mijn verbinding gebroken gewerkt heb, dat ik wel al gewoon kan staan in wat ik doe qua kanalen, energetisch en spiritualiteit. Dat is gewoon zuiver. Daar ben ik gewoon heilig van overtuigd. Alleen die menselijke factor mag veel meer terugkomen. En dat heeft dus ook wel een beetje te maken, merk ik ook gewoon. Dat is ook, het is echt iets, dit is wel grappig, want het is precies waar ik nu mee bezig ben. En ik had van de week een vrouw die mij, die heeft even gekeken. Nou, ze had mijn voicemailbericht gekeken. Voicemailbericht, nou, die heeft me helemaal op mijn sokken afgeblazen. Maar wel liefdevol, maar heel, heel duidelijk en hard en concreet. Omdat ik dat dus ook nodig heb. Omdat ik gewoon merk dat ik me laat leiden door het hogere. Ook bijvoorbeeld met het schrijven van teksten. En dan worden dat hele zweverige teksten, weet je, over channelen van energie en healing. En ja, zweverig hoeft niet per se zweverig te zijn. Ja, maar het is dan dus niet, het komt dan dus heel erg vanuit mij. Maar vanuit mijn hogere, zeg maar, zelf. Maar het is niet echt in afstemming met reggae in dit geval. Snap je? Ja, je komt in relatie tot... In relatie tot Renner. Renner heeft een probleem, maar die wil een resultaat. Die wil gewoon als mens, zeg maar, verbinding maken met mij. En als ik daar heb staan dat ik energie channel en dat ik met engelen werk, bij wijze van, ja, dat zal hem niet zoveel interesseren. Want hij wil gewoon een oplossing voor zijn probleem. Juist, ja. Dus die concreetheid, of die helderheid, of die duidelijkheid, die mag ik veel meer terug laten komen. Ja. En dus ook een beetje, zeg maar, ook, dus daarom was het van wie ben ik en wat doe ik? Nou, bijvoorbeeld die shaman op sneakers. In de kern is dat wat ik ben. Ja. Maar ik wil mezelf ook niet echt begrenzen. Maar om een beetje, zeg maar, met een soort van zelfspot uit te leggen wat je doet. Is dat, daar zit wel wat meer Stef in, zeg maar. Of wat meer een grapje ook, zeg maar. Terwijl het wel dus heel duidelijk is van... Ja, dat is wat die is en wat die doet. Mensen die daar niet mee resoneren, zullen ook niet komen. Dus dat merk ik gewoon zijn, dat het allemaal nog een beetje meer op één lijn mag. Ja, ik weet nog steeds dat er ergens nog iets is met het onkoolbedrijf en met jou. En daar zit nog iets. Maar het is steeds, ja, er zit ook nog we gaan bedrijven weer af. Voor mijn gevoel zit nog steeds daar het beeld, het gevoel, ja. wat je bij dat bedrijf hebt. Dat die frequenties of iets, dat er zit iets. Ja, maar we hoeven daar nu niet direct naar te kijken, want ik voel wel gewoon eventjes dat ik even naar de onderneming zelf terug wil gaan. Ja, wel een minuutje. Want Bob wilde ook iets zeggen, maar hij kreeg geen ruimte. Sorry. Dat was al een aantal minuten geleden. Is er iets wat de onderneming hier van te zeggen heeft? Ook wat Stef nu... zojuist allemaal deelde, wat hij ventileerde. Ja, het is veel te veel. Het is de bewijsdrang. En dat zorgt ervoor dat ik niet... ik irriteer me er zelfs aan. Mm. En dan ga je helemaal uit verbinding. En nogmaals, die onderneming, die wil gewoon die flow, die wil gewoon lekker dat er gespeeld wordt. En je maakt het allemaal heel erg serieus. Die geld kan niet stromen voor jou naar onderneming. Die stroom nog niet. Er is nog steeds een blokkade tussen jou en onderneming. Zo'n driehoekje kan niet in een driehoekje stromen. En natuurlijk stroomt het al wel in die driehoek, alleen niet in de fysieke realiteit. En daarin wil je natuurlijk in iets manifesteren. En dat kan zich niet manifesteren zolang je hier nog niet die stroom toelaat. Ja, er zit wel een wezenlijk verschil in. En toen we begonnen, toen stroomde het bij mij heel goed. En waar we nu zijn. Dus je bent wel ergens naartoe aan het werken wat noodzakelijk is. Maar, want het stroomt beter of slechter? Nee, het stroomt weg nu. Wel? Nee, weg. Ik had zelfs de neiging om op te staan en weg te gaan en te zeggen, hey, jongens, bedankt, doei, zie jullie volgende keer weer.
En hoe komt dat dan? Ja, dat vraag ik me af. Ja, je bent opeens heel erg, zit je op de praatstoel en het voelt alsof je heel erg aan het bewijzen bent. En ergens mij wil draaien. En die bewijsdrang, die is niet nodig. Want die is heel hard en koud. En ik weet niet waar die vandaan komt opeens. Want die was er in het begin. Was in het begin niet. En dat is iets wat Bob heel goed signaleert. Want er gebeurde iets waardoor je opeens heel erg een waterval werd. In praten, heel erg vanuit je hoofd, vanuit mind. En niet vanuit jouw ziels, Stef. Ja, en dat zit inderdaad heel erg in de relatie tot die onderneming. Merk ik nog ook. Ja. Daarin zit iets. Ik voel nu ook alles samentrekken in mijn hele systeem. Oh man, bij mij ook. Oh, gekomen. Hij heeft teruggekomen bij mij. Ja, maar dat daar zit iets. En Oracle is trouwens wel een hele mooie naam. Het is een mooie naam, ja. Wat je daar mee gemaakt hebt. Dus dat heeft een hele spirituele, diepe betekenis. Voor mij voelt het heel veel stress op. Ik krijg heel veel wat jij daar hebt meegemaakt, wat je pijn. Heel veel pijn merk ik nu. En stress, ja, maar daar ben ik echt letterlijk en figuurlijk kapot gegaan. Weet je, daar zat gewoon, er was nul, 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 nul ruimte voor menselijkheid. Maar de overtuigingen die je daar uit over hebt gehouden, het gaat om de overtuigingen die je daarop hebt gedaan en de stress, dat wordt niet. Ik ga nu gewoon vragen. Ja. Wat er ook dus nu ook in me opkomt. Dus ergens zit er dus een angst dat Bob jou kapot maakt. Dat jouw eigen bedrijf, jouw eigen onderneming jou uiteindelijk gaat kapot maken. Terwijl dat natuurlijk de grootste onzin is. Want daarin heb je zelf het allerbelangrijkste aandeel. Dus wat zegt dat ook uiteindelijk over jouzelf? Waar ben je werkelijk bang voor? Ja, voor de pijn. Ik ben bang om in die enorme pijn terecht te komen. Ik zou heel graag met jou een stresstransformatie maken. Ik heb het op zich graag. De stress van het bedrijf, alles wat er gebeurt. Als je dat zou willen. Hoe werkt dat? Dat is met spiertest. Gaan we eens kijken of het je stress geeft. Zeg maar. Als je aan het bedrijf denkt en wat er is gebeurd. Dus daarna ga je zo zitten. Dan blijf je aan denken. Dus het gaat op je onderbewuste. Het gaat dus op je met je onderbewuste. De stress die daar nog zit. Ja, laten we even dat parkeren, want het lijkt me wel mooi om te kijken of we daar iets mee kunnen. Maar laten we in deze setting, zoals we nu zitten, ontdekken van hey, wat kunnen we hier zelf in transformeren. En ik wil namelijk ook niet, Bart, dat jij uit jouw rol als geld stapt, want dat zou ook weer een vrucht zijn. Ik zit er al over, noemen dat goed. Ik voel alles dit. Dit stuk van Oracle, wat je daar hebt meegemaakt, wat je daar over hebt gehouden, de stress, de overtuigingen, daar blijf ik steeds op terugkomen. Ja, dus daar zit zeker iets. Ik merk het ook echt in mijn lijf, hoor. Ik ben echt verkrampt nu. Ja. Heel veel kramp, pijn, stress. Precies. En wat zegt dat nu, als we dan weer eventjes in de relatie tot geld... Die botst gewoon tegen een dichte deur. Die wil wel stromen, dat bam. Want daar zit dat ook. Die stroom, ook geld, speelt daarin die rol van die machtsstructuur. Er is gewoon een blokkade waar dat geld gewoon nu niet kan stromen. Ja. En laten we nog even naar de klant gaan. Wat gebeurt er allemaal met de klant? Hoe graag ruimte wil krijgen, die wil delen, maar eigenlijk die ruimte niet krijgt. Nou, de klant is een beetje in, misschien zie je dat ook op het beeld, een beetje in schaduw geraakt. In schaduw geraakt. En
Ja, vertel. Nou, je zei net, of Stef, je zei net van die klant wil, die wil een oplossing. Maar dat raakte mij omdat ik eigenlijk jou wil. Zeg maar, ik wil de echte Stef. Ik hoef geen oplossing, ik zoek warmte bij jou. En op het moment dat je dan, want aan de andere kant zei je het wel, van als jij jezelf bent en in verbinding en dat je, en dat speelse, dat je, ja, dan voel ik meer warmte. En dan wil ik meer naar je toe. Ik hoef geen oplossing. Juist. Ja, en mooi wat er nu ook gebeurt. Want ik voel nu ook dat er veel meer ruimte staat. En dat, hoewel er natuurlijk een blokkade zit, ook in dat verleden met Oracle. En dat daar iets zit wat misschien die stroom tegengaat, begint het eigenlijk nu al direct weer te stromen nu de klant aan het woord is. Nu de klant eigenlijk gewoon vertelt, ik wil geen oplossing, ik wil gewoon de energie van Stef. Ja, dat... en die kun je gewoon ieder moment kun je geven en juist in de verbinding met je klant kun je ook dat stuk helen. Want Het raakt mij nu echt enorm. Ja. Want in die verbinding met jouw klant heel jezelf. Heel jij dat stuk. Want als jij daarin steeds weer ziet van hé, maar het kan anders. Heel je die blokkade op dat grote logge bedrijf dat misbruik maakt van zijn mensen, van zijn medewerkers. Dat mensen, medewerkers gewoon helemaal kapot maakt. De ervaring die jij jezelf nu ontneemt met je klant zorgt er dus ook voor dat je dat stuk niet kan helen. En nu er weer verbinding is met Reggie, met jouw klant, komt dat helingsproces vanzelf weer op gang. Ja, het raakt me echt, man. Vooral wat jij zegt, dat je gewoon... Ja, de mens Stef wil zien, zeg maar. En de mens Stef is er gewoon heel lang niet geweest. Of heeft er niet mogen zijn, zeg maar. En dat is... dat raakt inderdaad. En ook inderdaad in relatie tot Oracle. Waar ik me gewoon echt als een robot... En daar ook inderdaad, daar vandaan ook weer een stukje hè, oplossing bieden. Ja, dat komt allemaal vanuit die... robotachtige cultuur waar ik vandaan kom. Terwijl dat helemaal in de essentie niet is wie ik ben. Ik ben een mensenmens, een warm persoon die met een open hart door het leven gaat en juist verbinding wil maken. Maar de mens Stef is er gewoon heel lang niet mogen zijn. En daar merk ik ook nog wel dat ik daar ook nog een beetje dat ook te maken heeft met nog staan en mezelf durven uitspreken. Om ook gewoon echt de mens Stef in volle glorie te durven laten zien. Dus omdat hij er zo lang niet heeft mogen zijn. Dat gaat, ja, dat is... maar wel mooi wat je zei, Regio. Dat raakte me echt. Ja. Ik voelde dat ik gewoon inderdaad... Precies. Dat ik dus ook inderdaad gewoon echt niks anders hoef te doen dan alleen maar eigenlijk gewoon... mezelf te zijn. Dat klinkt al wel gek, maar dat is het eigenlijk in de basis. Nou ja, ik merk dat ik meer naar je toe getrokken word. Ja, ik voel dat ook gebeuren. En het mooie is dat ik daarin ook voel, en ik ben wel benieuwd hoe Bob dat ervaart, dat dat ook meteen iets in beweging zet bij de onderneming. Ja, er komt wel meer ontspanning, maar ik ben er ook een beetje uit. De onderneming moet er ook uit. Want mijn familie is zo hier. Oh. Nou, dan nemen we bij deze afscheid even van het zakelijke stuk. Ja, ik denk dat dit ook wel zuiver is. Ik heb sterk ook heel erg het gevoel dat die onderneming
die gaat gewoon stromen wanneer de ondernemer, ik gewoon mezelf als mens, volwaardig laat zien. Sowieso. Dat is in de basis wat het is en wat er te doen is, zeg maar. En voor de rest maakt die onderneming eigenlijk dus gek, niet zo heel gek veel uit. Wat zei je? Nee. Zelfliefde en je hoeft je niet te bewijzen. Nee, precies, dat is het. Maar daar zitten dus ook zoveel... Dat is ook iets wat je van die tijd natuurlijk ook... Ja, het is niet normaal. Ik heb echt daar gewoon, echt wat ik zei, weet je, als je één jaar op je 27e ruim boven de 2 ton verdient, ja, dat is niet normaal. Dat wil constant bewijzen en meer en beter precies. En groter. En het doet ook iets met een mens, hè. Als je gewoon in één maand bijna 40.000 euro netto op je bank krijgt, terwijl... En op dat moment besef je dat niet. Want je zit gewoon in die rat race. Maar later, nu, en mijn moeder zei toen al, ja, je bent gewoon, je hebt geen idee van hoeveel geld dat is. Ja, je bent eruit, maar je bent er ook niet uit. En deel van je onderbewustzijn zit daar nog. Hè, zit de mechanismen zijn er nog. En die overtuigingen en dat soort dingen. Dat speelt op de achtergrond gaat er nog bij. Ja. Laten we dan even afscheid nemen van Bob. Langs deze weg. Bedankt voor je aanwezigheid vandaag. Ja, graag gedaan. Ja, mooie dag. Mooie dag. Doei. Hey, doeg. Thanks Bob, bedankt. Fijn, dank. Ja. Ja, mooi wat er dan ook gaat stromen dan. Wat gebeurt er met... Laten we ook nog even voortzetten. Wat gebeurt er nu ook met geld? Nu je ziet dat klant en Stef als ondernemer dicht bij elkaar komen te staan. Nou, dat past wel heel mooi bij. Voordat we even aan het opstellen begon, had ik zelf al een beeld van mij als persoon en klant. En eigenlijk het hele ondernemer en onderneming, die vielen gewoon weg. Het ging alleen maar om persoon tot persoon. Die verbinding en die uitwisseling daartussen. En dacht ik, oh ja, je moet maar ondernemen, onderneming en geld. En dat kwam allemaal bij. Maar uiteindelijk komt het helemaal op de verbinding tussen persoon. De persoon is tussen Stef als persoon en Rindy als persoon in dit geval. Dus eigenlijk past het wel mooi bij wat je net zelf ook al benoemde. Dat je ook raakte van, oh ja. De Stef als persoon, hè, jouw klant wil jou als persoon. En niet als ondernemer, niet als onderneming, maar gewoon als persoon. En dat past eigenlijk precies goed. Mm-hmm. Wat ik had voor het... Dus dat is meer vanuit mijn eigen als geld. Voelt dat gewoon wel lekker. Die verbinding, die flow. Onderneming is nog steeds een beetje met die twee weg. Maar tussen deze twee. Dat komt gewoon connected, zeg maar. Ja, dit is dan inderdaad een stuk beter. En wat jij zegt met de onderneming, dat hele orakelstuk. Ik heb daar nooit... Ik ben me daar eigenlijk nooit bewust van geweest. In ieder geval, het heeft een hele grote impact gehad op mijn leven. Maar ik ben nooit met dat gedeelte eigenlijk aan de slag gegaan. Omdat ik heb daar nooit bewust van geweest dat het iets met me zou kunnen doen in mijn systeem. Mooi, zeg je, het is bewust, maar het is dat onderbewust. Het is onderbewust. Het is, daar speelt het ook. Zeker, ja, absoluut. Dat merk ik ook heel erg. Het speelt een rol. En nu je ervan bewust bent... Begint het al te helen, want absoluut. Daardoor komt er ook ruimte weer ontstaan tussen jou en de klant. Is er eigenlijk verbinding ontstaan. Ook al heb je dat stuk misschien nog niet helemaal geheeld, maar juist al omdat hij zegt van ik wil jou eigenlijk alleen maar als mens zien. Ik wil niet een oplossing, je hoeft niet heel hard te werken of je best te doen als jij er maar bent voor me. Dat is het enige wat gevraagd wordt. En dat is het enige wat je hoeft te doen. En dat is wat maakt dat er dan ook een gelijkwaardige uitwisseling plaatsvindt. Precies zoals het hoort te zijn. En daarin mag je zien dat geld misschien een van de uitwisselingsvormen is als middel. En het geld stroomt eerst naar de onderneming toe. En vanuit de onderneming... komt er weer een deel bij jou terug, maar in jouw verbinding tussen jou en je klant en andersom vindt ook nog heel veel andere uitwisseling plaats. Want jij geeft iets aan Reggie door jezelf te zijn, maar jij krijgt er dus ook weer iets voor terug en dat is jouw kans om dat stuk van die zakenwereld van Oracle te helen.
dat vindt ook nog eens plaats. En dat kan alleen maar in verbinding met jouw klant. Door er werkelijk te staan. Als jezelf, er te zijn, niet een oplossing te hoeven bieden. Je hoeft niet heel hard te werken voor resultaten. Nee, Reddy vraagt eigenlijk alleen maar jouw aanwezigheid. Waarin hij weer de kans krijgt om zichzelf te helen. Het ziet als een lagen. Het gaat om verbinding van persoon tot persoon. En daaronder zit dan een driehoekje, het zakelijke deel. Zeg maar. Ja, maar het gaat vooral om de verbinding van persoon tot persoon. En de rest, dat hoort er dan bij. Maar dat zie ik zelfs zoals een soort twee verdiepingen. Zeg maar. Ja. Het gaat om de echte connectie, de verbinding. En om de magie die daar ontstaat. En natuurlijk zit het zakelijke, het geld, dat zit er dan bij. Dat zit, ik zag het als een niveau lager waar het dan stroomt. Ja. Die lager is even slechter dan meer. Er zijn verschillende lagen die er spelen. Ja. En de meest essentiële laag is de uitwisseling die plaatsvindt van persoon tot persoon. Ja, het mooie in dat licht is dat de ondernemer... Het eerste wat ik doorkreeg was, stel jezelf er niet buiten. En dat is... stel jezelf niet buiten. Als ik daar al nu weer op terugkijk, is dat wat ik eigenlijk deed met alles. Ik had me als ondernemer buiten geld geplaatst. Niet in verbinding met de klant. Niet in verbinding met mijn onderneming. Omdat ik als mens er eigenlijk gewoon niet was. En dat is wel wat ik nu inzie en wat ik ook resoneert. Is dat ik dus voor mezelf te veel bezig... Niet te veel, want het loopt zoals het hoort te lopen. Hè? Maar ik ben een ziel en een lichaam. Met kosmische kwaliteiten en een hele heldere en zuivere verbinding en dat allemaal, hè? Dat is zo. Maar uiteindelijk gaat het er inderdaad om dat we hier op het aardse stuk als mens verbinding mogen maken met een mens. En dat is wel een besef nu, zeg maar, want ik weet juist ook dat mijn kwaliteiten zijn ook juist mijn menselijke kant. Zelfs wat Sander heeft ook, jij bent kosmisch heel sterk, maar juist doordat je ook gewoon als een mens fijn kan opereren, doe jij je ding. En dat is wat je natuurlijk juist bij heel veel mensen ziet in de spirituele wereld, dat ze niet weten hoe ze als mens moeten opereren. Precies, omdat ze menselijke kant ergens denken te moeten overstijgen. Precies. En het is juist de bedoeling om vanuit bezieling, vanuit de ziel, door de menselijke lagen heen te schijnen. Want dat maakt je ook verbindend met de wereld om je heen. Je mag gewoon door die menselijke lagen heen. Ja. En ook daarin dus laten zien dat je je persoonlijkheid hebt met je eigen onzekerheden. Met de stukken die er nog zijn of jouw patronen. Als jij jezelf ook als teacher opstelt en eigenlijk zegt ik ben de teacher en ik heb niks meer te leren. Ja, dan zal je ook niet klanten gaan aantrekken, want dan creëer je een te grote afstand. Want je, in jou schuilt evengoed ook nog een leerling. En de leerling in jou trekt ook de leerling aan. Ja, en dat is gewoon echt een realisatie voor mij nu, dat ik gewoon echt de afgelopen jaren, ik heb gewoon heel lang heel veel focus gehad alleen maar op dat spirituele en energetische. En heb ik mezelf eigenlijk... ben ik mezelf vergeten. Om mezelf te laten zien. Maar daardoor dus ook mezelf te gunnen om daar ook geld voor te krijgen. Want waardoor ik dan dus inderdaad het gevoel heb dat ik alleen maar aan het reizen ben en op de bank liggen. En dan wel van binnen weet ik zou zoveel kunnen betekenen. Maar waarom komt er niemand? Ja, maar als ik inderdaad daar maak en die mensen die denken echt van... Nu wil ik op een stukje besef nu dat ik ook denk, ja, die gasten die zullen, die mensen moeten gewoon denken van de eerste keer om me bezig heel de dag, omdat ik gewoon, en aan de ene kant is het ook nodig geweest, want dat, ik vind dus wel ook dat je, als je als kanaal fungeert in redenspuur, dan vind ik dus ook dat je een bepaalde kwaliteit moet hebben, hè? Dus je moet zelf wel ook energetisch gezien denk ik een bepaald niveau hebben, waardoor je ook als je staat
En dat is iets waar ik wel, waar ik me altijd wel bewust van ben geweest. En waardoor ik het misschien ook zo lang heb, zo lang mee bezig ben geweest. Ook met ook dat energetische en spirituele. Omdat ik ook wel zoiets had. En daar kunnen we ook gewoon overlevingsmechanismen. Maar dat is zelfs, als ik dan sta, dan sta ik. Ja, ja. Snap je? En dat is ook wel iets wat ik nu weet. Van oké, ik had geen zin om zeg maar nu, om de afgelopen jaren iedere keer te gaan zitten schreeuwen of zo, zeg maar. Mm. Ik dacht van, ik wil eerst mijn eigen proces goed doen, zoveel als mogelijk. En als ik dan sta, tuurlijk, je hebt altijd nog stukken, maar dan kun je wel een bepaalde kwaliteit doen. Want wat je heel erg, je ziet ook heel veel mensen, zeg maar, helemaal niet met zichzelf, die al meteen al gaan zitten schreeuwen, terwijl ze hun eigen stukken niet aangaan. Ja, en uiteindelijk gaat het om, want er zit die zelfdestructie zit daar ook allemaal achter, dat je kunt niet meer staan dan je al staat. Want waar je nu staat, dat is waar je staat. Precies. En zolang je gaat zeggen, ik wil eerst staan voordat ik iets kan doen. Nee, je staat al. Je staat al met alles wat je nu bent. Zeker. En als je daar naartoe kan bewegen, dat je werkelijk ook inziet van, hé, maar waar ik nu sta, in het hier en nu, ben ik al van waarde. Ja. Daarin kan ik al dus de waarde bieden aan mijn klanten. Want daar sta ik al. En natuurlijk kan ik nog krachtiger staan. Kan ik mezelf nog ontwikkelen? Kan ik mezelf nog ontplooien? Kan ik dat kosmische en het aardse nog krachtiger verbinden? Waar je nu staat, daar sta je al. Precies. En dat is het uitgangspunt. En als je daar staat en daar kunt blijven staan, trek je ook precies de juiste mensen aan die daarop resoneren. Dan hoef je dus ook niet onder te waarderen, je hoeft jezelf niet weg te cijferen, maar je hoeft jezelf ook niet over te waarderen. Je hoeft jezelf niet te overschreeuwen of iets te creëren wat nog groter is dan wat er nu is. Nee, want dat is allemaal onzin. Dan ga je het allemaal verpakken in allerlei lagen. Je gaat het of beschermen of je gaat het zo erg mooi verpakken dat het veel groter lijkt dan dat het is. Nee, dat hoef je niet te doen. Want alles wat er nu is, dat is het. Daar sta je. Ja, maar het is moeilijk om in ieder geval merk ik dat ik dat moeilijk vind, om zeg maar dus dicht bij mezelf te blijven en iets te creëren wat resoneert bij waar ik nu sta. Maar goed, het is helder in ieder geval dat waar ik nu sta is waar ik nu sta, dat het helemaal prima is, maar dat voor mij de focus mag liggen ook meer op het aardse, zeg maar. Om daar... Bij zelf blijven ze ook alweer grappig. En dat is ook dat wat je tijdens je jaren ook niet hebt gedaan. Nee, bij zelf blijven. En wat je niet als voorbeeld hebt gehad. Ook niet. Nee, maar het is ook gewoon de grootste uitdaging om te staan waar je nu staat. Omdat we nooit geleerd, ons wordt niet geleerd dat waar je staat oké is. We zijn van oudsher allemaal geconditioneerd om te verbeteren, om te presteren, om steeds maar weer te versnellen in de dingen. En we leven vanuit een nooit goed genoeg zijn. Niets is goed genoeg. Ja. Daar zijn we helemaal op geprogrammeerd. Daarom zijn we ook heel hard aan het werk. Zijn we onszelf aan het bewijzen? Zijn we iets aan het overschreeuwen? Of zijn we juist ons aan het wegcijferen van, want een ander kan het misschien wel beter. Wie ben ik om dat te doen? Dus we houden ons in of we overschreeuwen. Maar waar we werkelijk staan, daar is nooit de aandacht voor geweest, omdat dat nooit genoeg is geweest. En dat is de beweging die je mag leren maken om te kunnen zijn met alles wat er nu is. Ja. Alles waar je nu staat. En natuurlijk mag je daarin ook visualiseren of je voorstellen hoe je jezelf verder wil ontwikkelen of hoe je toekomstige zelf er dan uitziet, wat je dan bereikt hebt of kunt gaan bereiken. En dat is helemaal oké. Ja. Maar dat hoeft geen waarde te hebben voor waar je nu staat. Dat betekent niet dat het nu slecht is waar je bent. Of dat je nu nog niet goed genoeg bent. Nee, waar je nu staat is al goed genoeg.
ook vaak wel lastig. Voor mezelf ben ik er niet meer mee. Ja, en daarin mag je dus ook al jouw menselijke aspecten omarmen. Zo ben ik van als ik mijn menselijke kant nu ook bijvoorbeeld uitspreek. Ik ben geen spreker. Ik ben eigenlijk helemaal geen prater. Ik ben iemand die eigenlijk het liefste op de achtergrond is en niet zo erg mezelf laat zien. Toch ben ik dat ook met mijn bedrijf gaan doen, omdat ik ergens voel dat ik een missie heb. En overstijg ik dus ook mijn eigen menselijke beperkingen, maar ik druk ze niet weg. Dus dat betekent ook dat op het moment dat ik moeite ervaar om ergens te staan, of dat ik misschien soms af en toe eens zeg, dat ik mezelf dat ook gewoon gun, ja, dat zo is. Of dat ik soms gewoon niet uit mijn woorden kan komen als dat zo is. En ik merk op het moment dat ik besloten heb dat te omarmen van mezelf, dat het uiteindelijk van bijna niet meer gebeurt, dat ik niet weet wat ik moet zeggen, of dat ik dicht sla of zo. Dat gebeurt gewoon niet, omdat ik accepteer dat ik mag falen. En als je dat accepteert van jezelf, dan zul je merken dat er eigenlijk juist minder falen is. Dat je werkelijk mee kan bewegen op de stroom. Ja, dat wordt makkelijk gestroomd. Ja, zeker. Dan is het juist makkelijk. En dan kun je gewoon ook helemaal op vertrouwen dat de juiste woorden toch wel gaan komen. Ja, dat heb ik bijvoorbeeld heel erg. Die 7 april dat ik mag spreken. Die schuldig mag. Maar uitgenodigd om te spreken voor een kans op toekomst. En voor een klas met... Dat stroomt enorm. Dat is iets wat al een tijdje resoneert, zo, spreken, wat doorkomt mij. En één keer nu komt dat dan op mijn pad, zeg maar. En ik had een videocall met die vrouw en dat stroomde al. En het gaat over verantwoordelijkheid. En ik heb gisteren, dat was wel heel bijzonder, gisteren heb ik het uit zitten schrijven. Of het kwam gewoon in flow, zeg maar, door me heen. Een A4'tje. En ik heb daar een nummer wat voor mij, de vorige keer heb ik het luisteren, Rise, hè, van opstaan. Dat is voor mij is echt een nummer waarbij ik, zeg maar, echt de laatste tijd tranen in de bank, omdat ik gewoon voel van Rise, weet je, van opstaan. En ik had dat nummer ga ik ook gebruiken. Dus ik heb het gaat over verantwoordelijkheid, het gaat over duisternis en licht en over ouders en over kracht van vergeving en ook alle mooie oefeningen. En het kwam gewoon in één keer, ik weet gewoon dat die ochtend gaat magisch worden. En zij stuurde gisteren op de reactie, zei ja, dit is precies wat die groep nodig heeft. Maar dat vind ik ook heel spannend. Maar ik voel dus wel al dat ik daar bijvoorbeeld echt gewoon vanuit mezelf, vanuit chef in vreugde en plezier, kan staan. Zo, zeg maar. Dus die menselijke factor, Stef, die ik eigenlijk inderdaad met mijn onderneming of met het coachen of met wat dan ook, zeg maar, daar zit, daar stroomt dat nog niet. Terwijl hier was dat dan meteen eigenlijk gewoon in één keer nu gewoon in flow of zo. En ik verwacht dat ik sowieso wel vind, ook dat spreken is iets wat bij mij wel resoneert. Verwacht dat ik veel meer mag gaan doen. Dus het kan heel goed zijn dat het dadelijk in één keer, dat ik veel meer mag gaan spreken. Toch? Ja. Maar goed, het is wel bijzonder. Wat ik wilde zeggen, ik was helemaal aan het uitschrijven. Ik was het aan het nalezen. Hè? Dus ik had het helemaal uitgeschreven in één keer. Gewoon flow, ik was het aan het nalezen. En ik had gewoon een afspeellijst op de achtergrond. En op het moment dat ik bij die zin van Rise kwam, startte dat nummer. Ik zat met tranen op de bank gewoon. Ja. Dat klopt het. Maar dat is synchronicity. En dat heeft dus te maken inderdaad ook gewoon met je natuurlijke levensstroom volgen. En dan merk ik dus ook gewoon dat wat er nu aangeraakt wordt. En bij mij is gewoon de afgelopen maand überhaupt alles heeft te maken met staan. Met wie ben ik, wat doe ik. Met keelchakra. Dus er wordt allemaal al aan gewerkt. En het beweegt zich gewoon op mijn tempo om daar dadelijk dan te kunnen staan. Ja. Dus dat merk ik ook wel gewoon, dat het uiteindelijk ook inderdaad overgaan is. En dat er op alle niveaus precies gewerkt wordt op wat op dat moment voor jou passend is. En of het dan ziek zijn is of geld. Hè? Je krijgt gewoon wat voor jou resoneert in het moment. Ja. Je krijgt het vaak niet veel eerder dan nodig is. Dus dat de divine time, je krijgt het niet veel eerder dan nodig is. Nee, je krijgt het precies. Komt het goed voor die tijd, maar het komt voor die tijd komt het goed. Ja. Exact. Precies. Ja.
Exact, dat is het, ja. Maar dat blijft heel moeilijk om daar juist te vertrouwen. Ja, dus, ja, ja. Dat is denk ik het allermoeilijkste aan overgave. Precies. Ja, als je intuïtie maar volgt, dan komen de dingen op. Tijd wanneer het past. Wanneer dan komt het allemaal vanzelf al boven water of uit de grond. Dan hoef je niet te graven. Nee, dan komt die schat vanzelf al naar boven. Ja. En dan is het nog steeds wel spannend. Ik bedoel, ja, zeker, ja, natuurlijk. Ja. 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 Laten we hem zo meteen gaan afronden. Maar ik wil nog eventjes naar binnen keren. Ja. Eventjes met de ogen sluiten. Zodat we het mooi kunnen afronden met elkaar. Zodat we ook energetisch het kunnen afsluiten met elkaar. Dus voel ook eventjes je voeten op de grond. Of hoe voel je erbij ligt op dit moment. En stel je nog even voor dat we in die witte ruimte zijn met elkaar, waarin we met elkaar hadden afgesproken om te onderzoeken het thema tussen klant, ondernemer, ondernemerschap en geld. En dat we dat met elkaar, ja, dat we tot weer hele mooie inzichten zijn gekomen. En Bob heeft ons al eerder verlaten uit deze ruimte. Stel je ook even voor dat energetisch gezien, dat hij ook echt deze ruimte net even eerder verlaat dan jijzelf. En we zijn hier nu nog aanwezig met z'n vieren in deze ruimte. Waarin je in dit beeld gewoon even je dankbaarheid mag voelen. Dankbaarheid voor de inzichten die we vanmorgen weer mochten ontvangen. Voor de openbaringen die er zijn geweest. Voor alles wat we hebben mogen voelen. Wat we hebben mogen raken, ook in elkaar. Dat we hebben mogen spelen, dat we hebben mogen ontdekken. Dat we weer een stukje dichterbij zijn gekomen. Bij het vinden van bepaalde antwoorden op vragen waar we mee rondliepen. En vanuit deze dankbaarheid mag je je voorstellen dat we ook afscheid nemen, energetisch gezien, even van elkaar. Dat we de ruimte die we met elkaar hebben gecreëerd, dat we die ook weer afbouwen. Dat we de stoelen opstapelen. En weer opruimen, dat er niets anders overblijft dan die witte ruimte en onze zielen bij elkaar. En waarin we elkaar nog eventjes aankijken en bedanken voor deze reis, de reis van vandaag. En dat we allemaal weer onze eigen kant oplopen. Weer helemaal terugkeren met al ons bewustzijn dat aanwezig is op aarde. Dat we weer volledig mogen terugkeren in ons lijf, in ons lichaam. Dat we tegelijkertijd ook alles wat er geraakt is uit het verleden, mogelijk ook beelden over onze toekomst, alles wat er voorbij is gekomen, dat onze energie ergens naar uit heeft laten gaan, dat we dat allemaal weer even terugvragen en terughalen naar enkel en alleen dit moment. Het hier en nu. Alles is aanwezig. Dat volledige bewustzijn waar het mogelijk nog versnipperd was, verankert zich weer volledig in het hier en nu. Hier in je fysieke lichaam, je mentale en emotionele lichaam. Hier in volledige aanwezigheid, in het hier en nu. Vol energie, vol verwondering. Over welke stappen jij vandaag weer mag zetten. Op jouw pad.
En dat je het nogmaals mag realiseren dat precies waar jij nu staat, in het hier en nu, vandaag. Dat dat precies goed genoeg is zoals het nu is. Want waar jij nu staat, is met de hoogst mogelijke zorg en de best mogelijke timing, goddelijke timing of divine timing, gecreëerd en gemanifesteerd. Daarom klopt alles in het hier en nu precies zoals het hoort te zijn. En hoef je daarmee ook nooit in discussie te gaan. Hoef je daar nooit over te twijfelen. Alles hier en nu. Wat er nu is, wat er nu in je bewustzijn verschijnt. Aan gedachten, aan beelden, aan gevoelens. Is precies bedoeld voor in dit moment. Ik bedank jullie voor de openheid en voor de kwetsbaarheid die er vandaag weer is geweest. En de bijdrage die we voor elkaar mochten zijn. En we zijn weer helemaal terug in het hier en nu, in het dagbewustzijn. En als het goed voelt voor jou, mag je ook weer je ogen openen. We gaan hem afronden. Reggie, bedankt. Ja, dankjewel. Bezigheid. Dat is weer een mooi stuk. Ja, zeker. Dat was een hele mooie ochtend. Dankjewel voor je. Heel leerzaam. En nog een beterschap. Ja, nee, dat komt goed. Dankjewel. En, tot snel. Ja, tot snel. Tot de volgende keer. Ja. Bedankt voor je warmte. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Bedankt voor je warmte. Ik zie jullie, hè. Ik zie jullie.